bezig om voor te gaan met Jacobus, wat bezig is om hier in hoofdstuk 2 die centrale thema van zijn brief verder uit te breiden. Namelijk dat geloof door dade sigbaar gemaakt wordt. Anders helpt het niet, je sê net, je glo nie. En hij gebruikt ook sommer baie sterk woorde van vers 20 af. Wil je weet, o nietige mens, dat geloof zonder dade nutteloos is? Die 83 vertaling stel het nog sterker. Jou dwaas, wil jij een bewijs hebben dat geloof zonder dade nutteloos is? En dan zei hij: is Abraham, ons vader, niet op grond van zijn daden rechtvaardig verklaar, omdat hij zijn zoon Isaac op die altaar geplaatst heeft? Nie. Nou wonder ik of Jacobus en Paulus niet partijke koppen gestampt het nie. Jacobus sê dan amper precies die teenoorgestelde, als wat Paulus in Galatiërs 3 vers 6 sê. Abraham het God gegloe en God het sy geloof vir hom as rechtvaardiging gereken, is Paulus se mening. Wie is nou eintlik reg? En dis een belangrike vraag, want my redding hang daarvan af. My lewe hang daarvan af. Maar as een mens baie mooi kyk na wat elkeen sê, dan kom je achter dat hulle eintlik saamstem. Paulus, daar in Galatiërs, is bezig om een perceptie van die Joden uit die weg te ruim. Vir hulle het die wet en die nakoming van die wet die absolute norm vir redding geword. Je wordt gered op grond van wat je doet en niet op grond van wat je glo nie, was hulle siening. En daarom gebruikt Paulus die verhaal van Godse verbondsluiting met Abraham in Genesis 15 vers 6 om hierdie siening recht te stellen. Daar staan: hij, dit is Abraham, het die Heere geglo en hij het dit vir hom as gerechtigheid toegereken. Voor Paulus gaan het dan niet oor wat ik met mijn goede werken kan verdienen, maar oor die gelovige aanvaarding van wat God voor mij verdien het. Abraham het eerst gegloe voordat hij gedoen het, en hy het gedoen omdat hij gegloe het. Hij is gerechtvaardig op grond van zijn geloof, een geloof wat in zijn werken bewijs is. Dus nou althans Paulus. Jacobus sluit bij een ander verhaal oor Abraham aan in Genesis 22, die verhaal van Abraham's bereidheid om Isaac te offer. Nou, dit is een verhaal vol actie, een verhaal waar die klem op daden en die handelingen van Abraham val, oor wat Abraham gedoen het. Maar eindelijk stem Jacobus heeltemal met Paulus saam, want Abraham's daad was niks anders als geloof in actie nie. En dit is waarna Jacobus bij zijn lezers soek. Dit is vir hom, want dit is vir hom die enigste ware geloof. In vers 22 stel hy dit nog duideliker. Jy sien dus, dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eerst die dade volkome geword het. Dis althans Jacobus. En dit is wat Paulus ook maar sê in Efesiërs 2 vers 10. In Christus Jezus het hy ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hij ons bestem het. So die twee verskil nie regtig met mekaar nie. Dalk val die klem by die een een bietjie anders as by die ander, maar eintlik sê hulle dieselfde. Ons kan ons redding nie verdien nie. Ons word uit genade gered, dis verniet. Ons kan dit net in geloof aanvaar. Een geloof wat beteken dat ons leef en doen wat God wil hê. As Jacobus dan weer in vers 24 sê, julle sien dus dat een mens vrygespreek word op grond van sy dade, dan moet jy een kort woordje nie mislees nie. En nie net op grond van sy geloof nie. Met andere woorde, dis geloof en dade. Nie net geloof of net dade nie. Jacobus gebruik dan nog een voorbeeld, die voorbeeld van Rahab, om eindelijk ook die nutteloosheid van dade alleen te bewijzen. Rahab, die prostituut, kon toch niet op grond van haar lewe en haar dade gerechtvaardig word nie. Sy moes eers glo, maar sy het dan ook haar geloof daadwerkelijk bewijs in die werken, toe sy die spioene van Israël weggesteek het daar in Jericho en hulle gehelp het om te ontsnap.
Vers 26 som het eindelijk op. Een lichaam wat niet asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat niet tot dade kom nie, ook dood. Ons goede dade is die asemhaling van die geloof. Soos wat een van die skrywers wat ek geraak het, dit prachtig stel. Jy kan niet met jou hande die saligheid koop nie, maar jy kan ook nie jou hande die saligheid beloof nie. Gelovige mense is mense wat doen, wat werk, wat lewe volgens Godse wil. Hemelvader, vergewe ons dat ons vir onszelf partyke dinge so ingewikkeld maak, net omdat ons maar na kort pad soek, terwyl U dit eintlik al vir ons klaar so maklik gemaak het, dat ons maar net in die geloof kan aanvaar wat U en U Seun vir ons gedoen het. Maar help dan vir ons, dat daar die geloof nie sal doodgaan in ons nie. Dat ons deur die dade daar aan die asem sal gee wat het levendig hou. In Jesus' naam. Amen.